Hallo, ik heb een shoplog voor jullie. Het is een hele lange tijd geleden dat ik een shoplog heb gedaan. En vooral met make-up en zo, want mijn naam op YouTube dat is Ashley Beauty Vlogs. En ik heb maar één of twee filmpjes die echt met beauty te maken hebben. Dus daar wil ik verandering in brengen. Ik ben naar Sephora geweest. Sephora. En want daar was een actie van, kon drie dingen halen voor 10 euro bij elkaar. Dus dat is wel mooi meegenomen natuurlijk, want Sephora is best wel een prijzig merk. En ik had nog niks van Sephora, dus daarom heb ik best wel wat ingeslagen. En ik heb zelf vijf dingen en een vriendin van mij mag ook iets uitkiezen. Dus daardoor heb ik zelf vijf producten gekocht. Ik was heel lang op zoek naar een bijpassende foundation voor mij. Want van die budgetmerken, dan heb je niet echt precies mijn kleur. En dat is toch heel erg, ja, heel erg lastig en zo. Dus nu heb ik een foundation gekocht van de Sephora. Het is een mooie. Ja, het lijkt heel erg licht. Maar als ik op mijn huid smeer, is het gewoon goed en zo. Dus heel erg tevreden ben ik erover. Het is R55. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Maar ik ben er heel erg tevreden over. En deze was 15,90 euro. Heb ik ook een oogschaduw gekocht van Sephora. Ja, alles is van Sephora, dus ik weet niet waarom ik eigenlijk Sephora zeg. Deze. Hele mooie blauwe. Ik draag de laatste tijd heel veel blauwe oogschaduw en zo. Dus daar ben ik ook gewoon heel erg blij mee. En deze kost in de winkel 12,80 euro. En het is nummer 38. Het is gewoon, ja, een mooi blauw kleurtje. Dan heb ik dit. Het is een shimmering bronzer powder. De naam zegt het al. En heb je een leuk spiegeltje en mooie kleurtjes. Lichtbruin, beetje donkerbruin en roze. Dat is ook heel erg mooi en zo. Deze heb ik al één keer gebruikt trouwens. En hij is echt gewoon super. En die kost in de winkel 16,40 euro. Dus dat is ook weer mooi meegenomen natuurlijk. Dan heb ik een compact powder gekocht. En deze heb ik ook een keer gebruikt. En dat is ook echt gewoon super. Het is mooi. Ja, gewoon. Mooi kleurtje en zo. En past goed bij mijn huidskleur ook. En het is ook R55. Dus past goed bij mijn foundation. En tot slot heb ik een blush gekocht. Sunbacked. Zo ziet hij eruit. En ik ben de laatste tijd ook heel erg van de blush en zo. En ik vind blushjes gewoon heel erg leuk om te dragen. En ik heb niet echt een merk blush. Ik heb zo'n palet, zeg maar, waar allemaal rare kleurtjes in zitten. En daar gebruik ik mijn blush van uit. En dat is dat, ja. Dat vervaagt zo snel van mijn wangen gewoon. Dat ik gewoon er niet goed mee om kan gaan. En deze is echt gewoon super. En ik ben er echt heel tevreden over. Echt heel tevreden. En deze was trouwens 12,80 euro. Dus dit waren mijn koopjes van de Sephora. Drie halen voor 10 euro. Dus ik was wel in totaal 20 euro kwijt. En dan nog een foundation voor een vriendin gekocht. Dus dat komt gewoon heel erg mooi uit. En ik ben echt heel erg blij met mijn aankoopjes. En ik vind het gewoon zonde om te gebruiken. Want ze zijn ook gewoon zo mooi en zo. En vooral de oogschaduw vind ik gewoon zo, ja, zo mooi. En zulke mooie glittertjes ook. En ik weet, ja, ik ben er gewoon, ja, de glittertjes en zo. Het is gewoon super, echt. Ik ben gewoon zo doodtevreden over mijn producten. Ik ben zo blij gewoon. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!